groot feest vandaag in Millingen aan de Rijn. Truus van Haren bereikte vandaag namelijk de bijzondere leeftijd van 100 jaar. Medewerkers van Gasthuis Millingen, waar Truus woont, deden kort geleden een oproep aan iedereen om zoveel mogelijk verjaardagskaartjes naar haar op te sturen. Ook wij van RN7 gaven daar natuurlijk gehoor aan. Als je jarig bent, komen er natuurlijk verjaardagskaarten. Truus kreeg er zelfs een koninklijke, van Willem-Alexander en Maxima. En hun beste wensen gaan naar u uit, met gevoelens van de meeste hoogachting. De koning en de koningin. Hallo. Zo. Dat kan een applausje aan. De mensen van het verzorgingstehuis in Millingen, waar Truus woont, deden eerder een oproepje. Stuur deze 100-jarige ook een verjaardagskaartje. Nou, dat hebben ze geweten. In totaal meer dan 500 kaartjes. Zo. Daar kunt u nog wel even mee zoet zijn om die allemaal door te nemen. Er zitten natuurlijk ook verjaardagskaarten bij die nog veel mooier zijn dan de felicitaties van de koning en koningin. 100 cupcakes van Lon en de klas van Lon. Een van mijn achterkleinkinderen. En de vraag aan een 100-jarige is natuurlijk, wat is het geheim? Hoe doe je dat, 100 worden? Gewoon doorleven en doorademen. Gewoon doorademen. Diep in de biek! Hey! Je biekt! Hey! Je biekt! Hey! 100 keer, hè? Ook wij hebben namens de redactie een klein kaartje voor Truus. Truus, van harte gefeliciteerd met je 100.